Nee, dat wil helemaal niet zo. Wat hebben de Zwarte Pieten nou gedaan? Zo kan Sinterklaas toch helemaal niet zitten? Zwarte Pieten! Dat heb jij gedaan! Nou, fijn Sinterklaas, we hebben alles speciaal voor u klaargezet. Oh. Wat fijn dat u er weer bent, Sinterklaas. Ja, ik zeer vereerd om weer in mijn hand te ontvangen worden door mevrouw Spits in het dorpshuis. Gelukkig is de hele zaal weer vol, allemaal kinderen en ouders. Ik vind het helemaal geweldig. Dus er zijn heel veel mensen, hè Sinterklaas? Ja, absoluut. Helaas heeft het even geduurd voordat we hier waren. We kwamen natuurlijk helemaal van Wedderveer. We zijn met de boot aangekomen in de haven van Wedderveer. Er waren ook al een paar van jullie. Hè? Ik heb al een paar van jullie gezien. Ja, je was er ook. Dat klopt. En toen zijn we met paard en wagen zijn we deze kant op gegaan. Nog even langs de oudjes van de Blankenborg. En helaas... Dat zijn voor u toch geen oudjes, Sinterklaas? Voor u zijn ze eigenlijk nog jong, toch? Absoluut. Maar ik trek even de vergelijking met de kinderen in de zaal, juf Petra. En toen zijn we gelukkig deze kant op gegaan. En werden we warm ontvangen door jullie allemaal. En ook door meneer de burgemeester, geloof ik. Oh, door de burgemeester, ja. Ja, die heb ik gezien met zijn mooie ketting. Hebben jullie de burgemeester ook gezien met zijn mooie ketting? Ja. Oké. Okay. Ja, de kinderen zeiden ook nog, dag burgemeester. Dan konden ze zo zien dat hij er was met zo'n mooie ketting. Ja, de burgemeester heeft een mooie ketting, hè. Dat kun je eraan zien. Ja, absoluut. En volgens mij zal de burgemeester ook nog even komen op het podium. Oh, dat zou fijn zijn. Volgens mij komt hij daar al. Hij is er al. Kijk eens aan. Daar is de burgemeester al. Ik wil een applausje voor de burgemeester. Dag burgemeester. Nou, kijk eens. Een fijne burgemeester. Echt een hele mooie burgemeester. De burgemeester van Nijl. Goedemiddag. Nou. Ik voel me zeer vereerd om te ontvangen worden. Applaus voor de burgemeester! Applaus! Ja. Wat is er, Petra? De kinderen zeggen wat! Wat is er aan de hand? De is dit de burgemeester niet? Nee! Ja. Dit is toch de burgemeester van Blijham? Nee! Is dit niet de burgemeester van Blijham? Een mooie ketting om. Ja, de burgemeester heeft toch altijd een mooie ketting om. En hij heeft een mooie hoed op. En een mooi pak aan. Ik vind dat hij net een burgemeester. Maar dat is het niet, hoor ik. Hoe kan dat nou? Wat zeg je? Wie is dan de burgemeester? Ik hoor dat de burgemeester grijs haar heeft. De burgemeester heeft grijs haar. Jammer, hij heeft helemaal geen haar. En de burgemeester heeft een snor. Ach, kijk eens. Nou, zal dit dan de burgemeester zijn? Ja. Nou, ik voel een beetje aan de hand al dat dit een echte burgemeester is. Dit is een ferme handdruk. Maar ik denk... dat we toch maar even moeten controleren wie nou de echte burgemeester is. Sinterklaas gaat even een vraag stellen. Sinterklaas gaat even een vraag stellen en dan gaan we controleren wie de burgemeester is. Wie de echte burgemeester is. Hoeveel inwoners heeft de gemeente Bellingwedde? Oh, dat weet ik. Nou, 17 miljoen.
17 miljoen inwoners. Nu vragen we aan die andere meneer met zijn mooie ketting. 9371. Ja! Nee! Wat denken jullie? Is het 17 miljoen? Ja! Of is het 9367? Ja! Wat staat hier? Nou, wij weten wie gelijk heeft. Maar om het nog even te controleren, zullen we nog een vraag stellen. Kunt u de wethouders opnoemen van de gemeente Bellingwedde? Jan, en Jan, en Jan, en Jan, en Piet, en Jan, en Piet, en Jan, en Piet. Oh, dat zijn wel heel veel wethouders, hè? Ja, dat vind ik wel zo te laatst. Nou, we vragen even aan de andere meneer. We hebben drie wethouders. Mevrouw Marja Bos, mevrouw Leanne van der Tuin en de heer Jannes Puiter. Dat is wel een gemeente. Welke meneer heeft gelijk? De meneer met de snor of de meneer met zijn kale hoofd en de hoed? Volgens mij zijn we dan zijn we er wel uit, hè? Oh, hij gaat er snel van door, dat kan natuurlijk niet, hè? Is dit de echte burgemeester? Is dit de echte burgemeester? Volgens mij is het wel duidelijk, hè? Dit is duidelijk. Wat zeg je hier zelf al? Volgens mij hou je de boel een beetje voor de gek. Ik wou natuurlijk ook graag een keer burgemeester zijn van zoveel lieve kinderen, maar ja, dat kan nou niet meer, hè? Maar ik heb wel een veel mooier hoedje als de burgemeester, of niet? Ook nog niet eens. Nou, ik vind wel dat je er heel mooi uitziet. En je hebt heel goed je best gedaan om een burgemeester te lijken. Wij moeten wel een paar pepernoten meegeven. Ja, laten we dat maar doen. Zullen we een paar pepernoten geven? Ja. Ja, hè? Nou, dan doen we dat maar. Nee, nee, nou, is dat toch nog gelukkig? Hè? En Sinterklaas is ook niet blij. Hij mag niet. Ja, hij mag er van door. En Sinterklaas is blij dat we niet weten wie de echte burgemeester is. Ja, de man met de mooie snor. Ik voel me zeer vereerd om ontvangen te worden door deze burgemeester. Ja, het is ons ook een eer om u hier te mogen ontvangen. En de zaal zit vol met kinderen die allerlei verwachtingen hebben. Dus u moet er straks een fantastisch feest van maken. Ik begrijp wel dat die meneer graag burgemeester wil zijn, maar ja, niet iedereen kan burgemeester zijn. Dus hij moet nog wat beter zijn best doen en misschien dat hij in de toekomst een keer burgemeester kan zijn. Ik wens jullie allemaal een hele plezierige middag en burgemeester, ontzettend fijn dat u bent. Goed, zit ik graag. Ho, 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 meneer Tienstra. Ho, kijk. Sinterklaas, dat is natuurlijk een feest van liedjes. En nou heb ik gehoord dat u zo mooi kunt zingen. Oh, is dat zo? Ik wil nog graag even horen. Ik kan helemaal niet zingen. Oh, dan ben ik toch verkeerd geïnformeerd. Deze kinderen hier. Is er misschien een idee om samen te gaan zingen? Ja. Dan gaan jullie samen met de burgemeester. En ja, samen met de burgemeester een liedje zingen. Sinterklaas kapoentje, gooi wat in mijn schoentje, gooi wat in mijn naasje, dank u Sinterklaasje. Fantastisch. En ik heb ook de burgemeester heel mooi horen zingen. Ja. Even een groot applaus voor meneer de burgemeester.